Nou, dit is Rijka haar favoriete winkel. Ja, ja. Echt wel, hè Rijka? Rijka is in een nopje, want ze ruikt allerlei lekkere dingen. Hé, Rijka? Of niet dan? Ja? Dat knijpt u in. Ja? En dan kan u het zo opdrukken, loslaten en dan grijpt hij hem op. Ja, maar dan moet je het nog in het zakje krijgen. Hoe doen we dat? Hele goede morgen, mijn lieve vrienden. Ja, het is nog vroeg voor mij doen. Het is 7:29 en we leven op woensdag 1 juli. Wat ik niet begrijp, ik heb altijd geleerd juli te zeggen. Maar er zijn er ook een heleboel die zeggen juli. Juli, dat is op zijn Engels geloof ik, denk ik, dacht ik zo. Maar je woont hier in Nederland, dan hoef je het niet in het Engels uit te spreken, nee. Maar in je eigen moederstaal, ja, waar jij geboren bent, in die taal, spreek je het dan uit. Nou ja, we wonen in Nederland, dus ik zeg juli. Ja, ook degene die hier geëmigreerd zijn van buitenland naar Nederland, behoren dat ook te gaan doen. Als wij daar naartoe gaan, horen wij weer aan hun aan te... Ja, bij hun maatschappij. He, dan moeten wij dat aanleren. Dus ja, ik vind dat de buitenlanders dat hier moeten doen. Zo simpel als het maar kan. Ja. Maar in ieder geval, waarom ik er zo vroeg aan ben? Nou, ik moet om 8:30 bij de huisarts zijn. En het moet voor die tijd even de Rijka gelopen hebben. Ja, ja. Ik zou niet eens in beneden komen. Nee. Ik stond halverwege de trap en ik zei 1. Tenminste, dat zei ik al onder aan de trap. 1, 2, toen hoorde ik er wel aankomen lopen. Ik zeg 2, ja, toen kwam ze naar beneden. Ik zeg, oh, je weet het donders goed. Ja, maar in ieder geval, doet er allemaal niet toe. Ze is er nou, ze ligt op de bank. En de ander staat er achter op de vensterbank. Dat is onze Eeuwin. En Carlos, die zit daar, loopt bij mijn stoel. Te harnissen. Hé, Kandalf? Kandalfie? En daar zat er eentje te proesten en te niezen. Nee, moet je het zelf maar weten. Maar in ieder geval, weten jullie het even dat ik naar oma dokter moet? Dat, ja, ik ga meenemen, doe ik jullie niet. Nee, daar beginnen we niet aan. Nee. Dat mag dat toch sowieso niet. Dus dat weten we. Dus hoef ik jullie ook niet mee te nemen. Nee. Maar oké, maakt allemaal niet uit. We gaan er gewoon naartoe. Ik heb last van mijn arm. Ja, wat ik op mijn benen heb, weet ik niet. Uitslag. Ik schijn ergens niet tegen te kennen. Allemaal plekjes. Momenteel valt het wel weer mee. Maar toch, ze zitten er nog. Ik straks krijg ze misschien weer. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, ik ga opschieten. Ik ga naar het toilet. En dan Rijka uit gaan laten. Zeggen tot straks. Oh ja, en Rebecca die zou komen. Ik heb nog geen appje gehad dat ze niet komt. Ik weet het nog niet. Maar we merken het wel. Ze kan komen en ze kan niet komen. Ja, je weet het niet, hè? Nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen tot straks maar weer. En ik hou jullie op de hoogte. Ja. Ze zeggen tot later. Doei. Ja, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik denk ik zal maar weer eens eventjes komen. Nou, ik ben dus naar de dokter geweest. Mijn arm moet ik een beetje met rust laten. Nou ja, dat ken je mij niet. Ik ga door. Ja. En dat weet hij ook wel. Dat hij zei te lachen, met rust laten. Ja, ik ben rust laten. Maar oké, ik moet toch de handelingen doen die ik moet doen. Zoals met Rijka achter me langs, want soms, ik wil haar niet aan de buitenkant hebben lopen, bij de wegkant. Dus dan moet ze af en toe moet ze achter mij langs, want tussen de rollator en mij, dat gaat dus niet, hè? Dat wil ik niet hebben. Ze behoort achter het vrouwtje langs naar de andere kant, of weer terug naar die kant. Leg er maar net aan hoe je loopt. Nou, dan moet ik wel die riem om mij heen harnissen.
Nou, die plekjes, ja, dat komt van buitenaf. Ik ben nou ergens voor niet zo'n leuk diertje. De zandvlooi. Ja, ken je dat? Maar ja, ik heb er een oplossing voor en dat schijnt te helpen ook nog. Gewoon je eigen lekker insmeren met body lotion. Daar kunnen ze niet tegen. Nou ja, doen we dat toch. Ja, ik heb genoeg van dat spul. Ja, ik heb ook weer pas gehad met mijn verjaardag. Dus dat komt wel goed. Ja, helemaal prima. Maar we gaan lekker eventjes naar een dierenspeciaalzaak. En dat gaan we lopend doen. In een andere wijk. En ik neem jullie mee. Ja. Ik heb daar al één keer eerder mogen vloggen. Dat legde me net aan wie jou helpt. Die ene man, die vindt het helemaal niet erg. Maar ja, er werken meerdere mensen. En die kennen het wel erg vinden. Dus dat weet je maar nooit. Maar we gaan er even heen om te kijken wat iets kost. We hadden bij de gemeente erover een grijpstok om de poepjes op te ruimen. Want we moeten poepjes opruimen. Zie je mijn bukken? Nou nee, ja, dat gaat een beetje moeilijk voor mij. Dat schijnen hun niks interesseren. Want ik had vrijstel navraagd. Maar dat gaat het er niet worden. Ik moet zo'n ding kopen. Ik denk, hallo, de kiel. En er zijn meer mensen die het niet opruimen hoor. Maar het doet er niet toe, je moet het bij je hebben ook. Nou ja, oké, ik ga eerst kijken wat het gaat kosten. En Rijka gaat voor straks met de operatie. Die wordt naar de 18e, wil ik dat die geopereerd wordt. Eerst de verjaardag afwachten. En dan komt het wel goed, want precies 10 april kreeg ze de looptijd. En dan moet je 3 maanden erbij optellen. Nou, dat is juli. Dat zou het dus 10 juli worden. Nou ja, dan wacht ik die 8 dagen. Ik wil niet hebben dat ze met de verjaardag ziek is of wat dan ook. Nee, we wachten gewoon een paar dagen. En dan komt het wel goed. En dan na de 18e, huppedepup, even een ritsfluit iedereen. Dus ook die zal ik van de week even bellen. Eventjes kijken hoe en wat. Want ik heb ook wel aan Rebecca gevraagd of die dan wou rijden. Maar ik wil eerst weten of dat ook nodig is. Want als het op mijn scootmobiel kan, dan doe ik dat op mijn scootmobiel. Ja, dat is net zo comfortabel wil ik niet zeggen. Maar als dat kan, dat ze wakker genoeg is, ja, waarom niet? De een is fitter dan de ander, hè? Ja, maar we merken het wel. Ik zal dat in overleg met de dierenarts doen. En dat is een hele goeie. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en ik neem jullie dus mee en we zullen beleven of ik mag vloggen, ja of nee. We merken het wel. Dus zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, dit is Rijka, haar favoriete winkel. Ja, ja. Echt wel, hè Rijka? Rijka is in een nopjes, want ze ruikt allerlei lekkere dingen. Hé Rijka? Of niet dan? En dan moeten we zo op zoek. Ja, moeten we zo op zoek. Hé? Eens even daar kijken. Gaan we daar tussendoor? Ik denk dat het wel een stok zal moeten zijn of zo. En ik weet het niet. Nee, Rijka. Ik zie het hier niet. Nou, je kan ook hengels kopen hier vanzelf. Ik ben een vlogster. Wat denkt u? Een vlogster. Bent u een vlogster? Ja. Oké. Dank u wel. De mevrouw is een vlogster. Cool. Cool, ja. Hé, Rijka. En ik ben ook bij Man bij het Hond geweest. Oh ja, ja. Hij, ik weet niet hoe die heet, maar... Ja. Ja, maar dan was het om nog een andere hobby ook. Ik maak ook heel veel plaatjes. Wat voor plaatjes? Voor op Facebook, waar wij spreken om te delen. Oké, okay. Kijk. Kijk, en ik mag hem erop hebben. Hoppla, kijk. En meelworm. Ja, heel goed, dankjewel. Even kijken, 3 maal, 3 meter.
even wachten. Tante Pollewop, kom eens hier. Reka, kom eens hier. Kom eens hier. Ga zitten. En blijf. Maar voor die andere zakje. Blijf, hè. Die breien en dan lijkt het er minder in. Blijf. Keurig, blijf. Ja, je doet goed. Je kan het wel. Ja, ja. Er moeten mensen door. En succes, mevrouw. Dank u wel. Kan ik u helpen, mevrouw? Hoe kan ik u helpen, mevrouw? Hoe is het? Ja, goed. Mooi zo. Met mij gaat het goed. Nou, met we mij ook. Vloggen, zie je? Ja, natuurlijk, hè. Ja, moeten we even weer doen, hè. Nou, lekker bezig. Ja, maar wat ik vragen wil, ik had vrijstelling gevraagd aan de gemeente om haar behoeften op te ruimen. Buiten op straat. Ja. Omdat ik met mijn bukken zit en alles en moet lopen. Hè. Ik vind het al heel knap dat ik hier weer heen ben gelopen. Ja. Maar, mag niet. Ik krijg geen vrijstelling. In Den Haag krijgt men vrijstelling, maar hier dus niet. Okay. Hoe corrupt. Ja. Hoe krom. Okay. Ja. Maar dan had ze het over een stok. Om daarmee op te rapen. In een of ander stok. De dieren speciaalwinkels moesten dat hebben. Dat hebben wij niet. Nee, dat dacht ik al wel. Kan er misschien wel aankomen, maar niet de voorraad. Nee. En wat kost het? Ik moet er even achteraan gaan, dat weet ik. We kunnen wel even kijken op de computer. Doen we dat. Ja, en dan loop je weer aan de verkeerde kant, hè? Je loopt aan de verkeerde kant. Nee, je loopt eerst aan de verkeerde kant. Dan moet het deze kant. Kom, schat. Nee, deze kant. Deze kant. Kom, deze kant hoor ik net vervuild. Zo. Ja. Nou, gaan we even kijken of we dat hebben. Wat zei jij, schat? Je bent er niet aan het filmen, hè? Ja, ik ben aan het filmen. Maar ik heb jou er niet op, dan enkel je voetjes. Oh, nee, en voeten mag. Ja, nee, ik mag hem vloggen. Heb je al lang al toestemming voor gezien? Oh ja? Heb je al vorig jaar al ergens een keer. Hij staat er al gekleurd op wat dat er gaat. Reka. Eigenwijs. Waarom kun jij niet eens fatsoenlijk gewoon blijven zitten waar ik je neerzet? Kom hier, zit. Hey, maar zijn ze er überhaupt, die stokken? Wat weet ik ervan? Dat mens van de gemeente, die zei dat. Ja. Oké. Okay. Ja, ze moest naar een dierenwinkel toe. Die heeft ze wel te koop. Nou, om het dus op te pakken. Ik ga er even met hem mee kijken of dat er is. Maar ja, dan zit je ook nog. Hoe krijg je het in het zakje? Nou, dit zijn. We gaan het beleven. Ja? Dat knijpt u in. Ja? En dan kan u het zo opdrukken, loslaten en dan grijpt u hem op. Ja, maar dan moet je het nog in het zakje krijgen. Hoe doen we dat? Ja! Kijk, volgens mij doet u er een zakje eerst op, gewoon vanaf de bovenkant. En dan valt het zakje hierin en dan zit het direct in. Ja, en wat kost dat? Dat is het idee. Kost dat? Ja, deze heb ik even online opgezocht. Ja? Ik weet niet wat dat hier gaat kosten, dat weet ik niet. Kijk, dat is het idee. Oké. Nou, ik vind het maar heel bizar om dat te moeten doen. Want wat je ook kan doen, als je wel goed bukken kan, dan doe je het zakje om je hand heen en dan hup. Ja. Maar ik kan nu niet op korte termijn zeggen wat dat gaat kosten. Nee, maar ik bedoel, het is gewoon absurd dat ik geen vrijstelling krijg. Terwijl het in Den Haag wel zo is. Okay, en ik heb ook van meerdere mensen hier gehoord, die hebben vrijstelling en ik krijg het niet. Oké, ja. Ja, heel absurd. Ja. Wat sta je nou weer te knoeien om die barkruk heen? Dame. Hallo, kom je even terug? Ja, dus ik vind het bizar. Doen? Nou, dan zeg ik dankjewel, lieve schat. Graag gedaan.
En we komen wel weer eens langs van wat anders. Ik krijg de hond nog een koekje van mij. En... Hey Ruud. Hallo. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Ja. Heb je hoofdpijn? Nee hoor. Oh, toch niet? Omdat je hoofd of... altijd, of is die moe? Moe ben moe. Is je hoofd moe? Ja. Ach, godje dikke. Ja, jullie zien het. We zitten lekker gezellig op visite en even een bakje koffie te doen. Ik heb mijn koffie trouwens op. Ja. Ja. En Rijka die is buiten aan het hannesen. Zo. Ja, ik zie dat. En hier ligt onze Bibi. Hi Bibi. Hi meisje. Hé, wie wat? Ga je tuinkabouter lippen? Een potje of tuinkabouter? Oh, er staat een tuinkabouter in de tuin, maar waar weet ik niet. Met die we. Rijker, nou, vanaf tafel, Ruud, ja. Heb ik nou nog hoger dan die lamp hangt. Ja. Dus ik denk dat tot aan dat haakje ja. Heb ik een tuinkabouter gehad. En die had ik altijd bij mijn deur staan. Als deurportier. Okay. Er was er eentje die vond het leuk om hem door de helft stuk te maken. Okay. Ja. Ja. Maar ja, dat was een beetje jaloersigheid van destijds. Ja. Ja, en ook mensen kunnen jaloers wezen. Ja, ja dus en hij heeft mooie bloemetjes. Het is op zijde, maar het is toch wel mooi. Ja, echt hè. Ja, ja. En hij heeft een nieuw bankstel. Ook dat heeft hij. Ja. Helemaal netjes, keurig, echt wat voor hem. En de kleur, rood van de kussens, rood van de liefde. Hij heeft een andere eethoek. Deze eethoek is kleiner, je kan daar langs lopen. Met nieuwe stoeltjes erbij, maar hij wil alweer nieuwe. Want deze, wat er mee aan de hand is, ik weet het niet. Zit het niet lekker? Zit het niet lekker? Nou ja, dat voel ik ook al aan mijn billen. Ze zijn nogal hard. Nou, dat valt, nou ja, het hoort misschien bij. Je hebt ze toch zelf uitgekozen, of niet? Ja, ja. Ja, nou ja. Moet je nou weer een nieuwe? Ja, dat is wel toch wel. Mooi hè, die visjes. Ja, volgende maand. Of je nou spelen in Finland? Wie ben je aan het spelen? Ja, in Finland. En waar is Rijka dan? Ja, achter je. Ja. Kijken, Bibi aan het missen. Wat doet ze? Rijka, wat doet Bibi? Spelen, ja. Ze toe te kijken. Ja. Het is ook vandaag is het kouden. Nou, toch mooi. Ja. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, dag. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb gelijk de schok maar weer omgedaan. En ik heb eten gehaald. Patatje met een patatje oorlog en een frikandeltje speciaal. Dus ik denk, ja, ben ik wel weer eens een keer aan toe, weet je. Even gewoon lekker niks en lekker aan mezelf denken, ja. Dus ja, we zijn back af. Kan, hè. Ik heb veel gelopen weer. Maar die stoelen die van Ruud, daar heb ik groot gelijk, want ze zitten inderdaad niet lekker. Nee, ik heb er pijn in mijn rug van. Maar daar kan hij niks doen, want je weet nooit niet van tevoren hoe wat en van de tweedehands niet. Maar oké, ik kan de pret niet drukken. Maar ik wens jullie natuurlijk allemaal een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later op de avond, mijn haar tot recht over het, maakt ook de pret niet drukken. Maar in ieder geval later op de avond een welterusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!